De start is gevallen. Begin met een galopade voor het startpunt van Ruby Tuesday. En ook een galopade van start af van Dean Ross. Dean Ross springt van start af en Koos Zwageman neemt de leiding. Drie galop. Koos Zwageman gaat als eerste de bocht in. Op de tweede plaats daarachter Barco Boy. Derde aan de buitenkant is Barreltje. En op de vierde plek aan de reling zijn de Callisto Kingsdeep. Vijfde ook aan de reling zijn de Erwin Boko. Daarnaast ligt in het tweede spoor Amazing Boy. En door het derde spoor gaat naar voren Felton Strike Gold. Die gaat nu naar het tweede spoor, want er was plek genoeg. Uitgeschakeld nummer 7, 7 galop. Ook de 7 er inmiddels uit en zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Leiding daar in handen van Barco Boy. Barco Boy leidt, aan de buitenkant komt dichter bij Barreltje. En daarachter volgt dan Thomas Bos, die vandaag zijn rijbewijs heeft gehaald. Gefeliciteerd daarmee met Koos Zwageman. Koos Zwageman ligt op plaats 3. Vierde plaats daarachter is voor Callisto Kingsdeep. Die moet een gaatje laten vallen. Daarachter Felton Strike Gold. Daarachter kan eindelijk van de reling af Erwin Boko. Daar zal Tesla blij mee zijn. En daarachter ligt dan Amazing Boy. En zo gaan de paarden de bocht door. Daarachter Discovery's Wish. En laatst is Something Fishy. Zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Als ze de finish passeren nog één volledige ronde te gaan. Tempo ligt hoog genoeg. En tempo wordt gemaakt door Barco Boy. Barco Boy heeft een lengtevoorsprong. De rest van het veld kan niet meer dan aansluiten. Aan de buitenkant gaat nu wel naar voren Erwin Boko. Erwin Boko schuift op en die gaat nu het gaatje dichtlopen naar de kopgroep van 3. En zo gaan we de laatste ronde in. Leiding in handen van Barco Boy. Tweede ligt Barreltje. Derde is Koos Zwageman. En daar komt aan de buitenkant nu naast Erwin Boko. Door het derde spoor gaat ook naar voren Something Fishy. Paarden ronden de rechterbocht. En Barco Boy van kop af met een brouwer. Dat was vroeger altijd bijna altijd een overwinning. Eens kijken of dat vandaag ook lukt met de andere brouwer. Danny Brouwer, die ze vandaag voor het eerst rijdt. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Barco Boy krijgt een aansporing. Aan de buitenkant komt dichter bij Erwin Boko. Paarden zijn halverwege de rechte lijn overzijde. Tweede plaats is voor Barreltje. Die gaat nu van de reling af. Binnendoor gaat opschuiven Koos Zwageman. En Erwin Boko krijgt nu een rug. Proppen gaan eruit bij Erwin Boko. Die loopt daardoor op de rug van Barreltje. Die heeft er nog wel even zin in. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Nog altijd Barco Boy aan de leiding. Op de tweede plek aan de buitenzijde ligt nog altijd Barreltje. Daarachter aan de relingzijde Koos Zwageman. Erwin Boko krijgt nu een aansporing. Die moet even gemotiveerd worden. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En ze gaan de laatste rechte lijn zometeen inkomen. Barco Boy leidt. En daarachter op plek 2 aan de relingzijde ligt nog altijd Koos Zwageman. Aan de buitenzijde komt Barreltje naar voren. En Erwin Boko zet niet door. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Barreltje wordt nu in de aanval gestuurd. Barreltje in het midden van de baan. Gaat Barco Boy voorbij. En Barreltje ligt nu vooraan. Barreltje heeft een halve lengte. Aan de binnenkant komt Barco Boy nog een keer terug. Aan de relingzijde probeert ook nog een deelnemer door te komen. Die komt daar ook door. Dat is de 2. Callisto Kingsdeep op weg naar de streep. Wint de 4. Voor de 5 en de 2. Of andersom. 4-5-2 of 4-2-5. Dat is voorlopig. Gooit u nog geen tickets weg.